Champs, welkom nog steeds. We zijn bij Videoland aanwezig, uitgenodigd om een viewing te komen doen van de eerste twee episodes van House of Glory. En ik zit hier met toch wel een van de hoofdrolspelers, de heer Pinas, beter bekend als... Ja, Guillaume Pinas, is gewoon mijn naam. Ja, is maar moeilijke naam. Moeilijke naam, maar we zijn er. Moeilijke naam, maar we gaan hem met de tijd hoe dan ook onthouden, because he's here to stay. Maar het is ook Pinas van de Pinas Gym. Ja, van Team Pinas. Hij is de zoon van de eigenaar, dus ja. Ja. Vertel, want de zoon van de eigenaar, vertel over jouw achtergrond en die van je vader. Ja, mijn vader heeft vroeger heel veel gedaan in de sport. Wou daarna overbrengen naar de kleintjes, waaronder ik. Ik ben geboren met kickboxbloed eigenlijk. Ik ben begonnen op mijn vijfde. Ik heb mijn eerste partijtje gevochten op mijn zesde. En ja, we gaan nu nog steeds lekker met z'n tweetjes eigenlijk. Heerlijk man, ik zie ook je ogen gelijk glinsteren. Mooi om die trotsheid te zien. En je bent ook een lange, ranky vechter toen je kwam aanlopen. Typeer jezelf, omschrijf jezelf als vechter voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen. Ja, ik ben een hele technische jongen. Ik voel me wel fijn in mijn eigen stijl. Ik probeer altijd mijn eigen stijl uit te voeren als hoe we ervoor gaan eigenlijk. Ik ben aardig krachtig voor mijn gewicht en ja, vooral mijn lengte is een voordeel. En ja, daar probeer ik altijd mee te draaien en altijd een beetje aanpassen op de tegenstander. Maar ja, daar gaan we altijd voor eigenlijk, gewoon voor de winst. En nog jong. Zeker, ik ben nu 20 jaar, bijna 21, maar we hebben aardig nog wat jaartjes te gaan. Dus we zijn nog lang niet te oud om te stoppen, we beginnen net. Dus ja, behoorlijk wat jaartjes nog. Behoorlijk wat jaartjes. House of Glory, 16 vechters, verdeeld over twee coaches. Wie zijn die twee achter je? Bij mij was helaas niet door. Maar ja, ik blijf nog steeds bij degene die altijd achter mij staat. Dat is mijn eigen trainer, mijn vader. En ja, mijn manager ook, Dave. Dave Davis staat ook altijd achter mij. Dus ja, daar doen we het altijd mee. Hoe ben je in aanraking gekomen met House of Glory? Ja, ik ben in aanraking gekomen met House of Glory door mijn manager. Hij is naar mij toegekomen van, hey, zou het je leuk lijken om eraan mee te doen? En ja, tuurlijk. Ik was eind B. Ik had nog geen 1A-partij gevochten eigenlijk. Maar ja, we pakten de kans met beide handen. En ja, het is een hele mooie kans om mee te maken natuurlijk. En, ja, vooral daarom de dank naar Dave, dat hij me daarmee heeft geholpen, zeg maar. Shout out naar hem. Ja, zeker. Shout-out naar Dave. Shout-out naar Dave. Ja, zeker. Hey, maar kort. Hoe was je ervaring bij House of Glory? Samenwerking met Videoland. Hoe vond je dat? Camera's erop terwijl je... Ja, het was wel even wennen. Het was zeker even wennen. Maar ja, het was echt een toffe ervaring om mee te maken. Het is alles eromheen. Ja, het draait op een gegeven moment wel echt een beetje om jou en de andere gozers. En ja, dat is wel, was wel echt tof om mee te maken, ja. Jij bent natuurlijk, je zegt, je bent vanaf jongs af aan, ook mede door je vader, altijd heb je gekickbokst. Naar wie kijk jij graag? Welke vechters heb jij zoiets van, dat, ja, de idolen, maar ik kijk er graag naar. Donovan Wissen is wel echt mijn jongen. Is een jongen van mijn manager, Dave Davis. Ja, zijn vechter. En ik kijk met grote ogen naar hem als hij aan het vechten is. Helemaal geweldig, zo technisch, alles perfect. Alle puntjes zijn op de i. En ja, daar kijk ik heel graag naar, ja. Ja, Donovan Wissen zonder meer is one of the best, misschien wel the best. En hij vecht binnenkort, zag ik, tegen Michael Boapea, nu ja, je er zeker. Toch zit. Korte prediction. Ja, zeker. Ja, ik had het gezien. Hij vecht tegen Michael Boapea. En ja, als ik mijn geld ergens op zou moeten zetten, zou ik wel echt naar Wissen. Want ja, die jongen is zo technisch. Kijk nu, hij slaat iedereen eruit. Hij heeft tegen Serkan gevochten. Serkan heeft hij wel echt laten zien wat echt kickboksen is, zeg maar. Ja, Serkan is een echt goede jongen. Heel krachtig. Maar zo zie je wel dat echt het denkwerk en het slimme werk er toch wel boven in het beuken staat. Mooi gezegd. Je leert dus van zo'n grootheid als Donovan Wissen. Wat heb je van die andere jongens geleerd in Huis van Glory? Wat ik van die andere jongens heb geleerd, is altijd gewoon kop omhoog. Altijd gewoon doorzetten. Doorzettingsvermogen is de key, zeg maar. En wat ik daar ook heb meegegeven, is dat toch wel ook... Je moet het leuk blijven vinden.
Want ook met al die jongens daar, niet al die jongens... Het was allemaal wel van, we moeten serieus zijn. Maar het is ook, we moeten het ook leuk blijven houden. En dat maakt het, houdt de sport ook leuk, zeg maar. Ja, die combinatie van serieus zijn en iets leuks vinden is meestal een formule voor succes. Ja, dat vooral, zeker. Heb je vrienden voor het leven gemaakt? Ja, daar, ik heb er een paar, kende ik al. Die heb ik vroeger, denk ik 2016, bij IFMA, Don Snow. Die ben ik met hem naar Thailand geweest. Toen kwam ik hem daar tegen, toen dacht ik, ja man, dit is wel mijn maatje nog. Dus dat was echt leuk om hem daar tegen te komen, ja. Nog meer vrienden gemaakt, namen? Ja, ik ging heel goed met Tygo, heb ik ook nog gesproken. Vigi, die ken ik ook al. Dus dat is wel mijn maatjes, zijn wel mijn maatjes geworden, ja. Nee, helemaal goed. Ik zie het. Jij hebt het heel erg naar je zin gehad. We gaan het afsluiten met dat mensen jou moeten volgen. Waar kunnen mensen jou volgen? Mijn Instagram. Ik ben het meest actief op mijn Instagram. Is gewoon mijn naam Guillaume Pinas. Beetje lastig te schrijven, maar... Dan kom je in de titel. Ja, dat komt wel goed. Nou, gewoon Guillaume Pinas invullen op Instagram en dan kunnen jullie me vinden. Laatste vraag. Waarom moeten mensen een abonnement afsluiten bij Videoland voor House of Glory? Ja, voor de House of Glory natuurlijk. Voor iedereen. Voor de kijkplezier. En voor de spanning, hè? Voor de echte kickbox fans. House of Glory. Videoland. Check het.